Dit is De Kletspet, met elke week weer een nieuwe vraag over een actueel onderwerp. Ik gebruik eigenlijk social media niet zo vaak, maar ik gebruik voor alleen om met elkaar te praten, zeg maar. En niet voor iets anders. Nou, ik denk social media is een klankbord voor veel verschillende meningen, veel verschillende mensen. En ik denk dat het een mooie, ja, ik denk als je het goed gebruikt, dat het een heel mooi platform kan zijn om inderdaad je recht van vrijheid van meningsuiting op te laten zien. Helaas zie ik ook dat er op social media ook wel de sociale normen zoals we die gewoon in omgang hebben met elkaar, dat die een beetje vervagen. Dat lief uitziende huismoeders opeens toch wel racistische opmerkingen maken en dergelijke. En elkaar bijna fysiek te lijf willen gaan. Dat vind ik altijd wel jammer. Hoe gebruik ik het zelf? Nou, ik heb ook een bedrijfje en ik gebruik social media om daar een beetje promotie voor te maken. En daarnaast ook gewoon om mensen te volgen, bekende Nederlanders bijvoorbeeld, die ik interessant vind. Social media is nu tegenwoordig van iedereen de plek waar iedereen elkaar ontmoet en iedereen elkaar op elkaar reageert. En zonder social media kunnen we er niet leven. We zitten er wel op, maar het is meer zakelijk en een klein beetje privé. Ik gedraag mij niet op social media. Ik heb geen Facebook, Twitter en Instagram en al die dingen. Daar doe ik niet aan mee. Het enige wat ik een beetje doe is WhatsApp. Dat is eigenlijk het enige. En van de ene kant gaan mensen daar ontzettend goed mee om. En soms hoor je verhalen dat je denkt, hoe is het in godsnaam mogelijk? Er hoeft iemand maar iets te zeggen wat hij vindt. En krijgt ik weet niet wat over zich heen. Dat vind ik dan wel een groot nadeel van social media, eerlijk gezegd. Ik alleen Insta en Facebook en TikTok en zo, dat heb ik allemaal niet. Dus ja, ik ben wat dat betreft loop ik nog een beetje achter. Ik vind het lastig voor de pubers van deze tijd. Ze besteden er heel veel aandacht aan, omdat het iedereen meesleurt eigenlijk. Dus ik ben er eigenlijk niet zo kapot van. Oh, ik ben echt niet zo'n social media fan. Dus nee. Ik heb geen Facebook, geen Instagram, nee. Ik ben een beetje ouderwets, jong maar ouderwets. Ja. Ik gebruik social media niet zoveel, eerlijk gezegd. Hooguit een beetje, als ik voor de zaak iets te doen heb, dan gebruik ik social media. Maar verder eigenlijk niet. Ik vind het niet zo'n ideaal ding eigenlijk. Het gaat soms helemaal de verkeerde kant op. Er wordt van alles uitgekraamd en opgeschreven. Het is natuurlijk een makkelijk medium, want je bent het zo kwijt en je drukt op enter en het is klaar. En je krijgt geen wederwoord. En als je het niet wilt zien of lezen, dan blader je verder. Te makkelijk, vind ik. Ik lees het. Ik ga er over het algemeen niet op in, want ik vind het vaak nog wel eens een beetje uit de bocht vliegen. Dat vind ik dan het nadeel van social media. Iedereen die zet er maar op wat hij denkt. En dat is prima, maar af en toe vind ik het een beetje ongenuanceerd. Dus ik doe daar in principe niet mee. Ik lees het vaak wel en denk, moet ik nou reageren? Maar dan denk ik, laat maar. Van die man, hoe heet hij ook weer? Hij zegt net hoe. Die oude man van die programma, hij heeft iets. Met die lange Johan haren, Derks, toch? Ja. Hij heeft iets gedaan en hij wil niet sorry zeggen. Nee, ik vind dat hij. Sorry moet zeggen. En ik vind dat hij moet stoppen, dat werkt gewoon, ik kan dat niet. Nou, moet ik eerlijk zeggen dat ik dat stukje niet helemaal gezien en gevolgd heb. Ik heb natuurlijk wel tegengekomen in het nieuws. En ik begrijp dat er een opmerking gemaakt was die. Een opeenstapeling was van wat er daarvoor al gebeurd is. En ik vind het lastig om daar echt een goede mening over te vormen zonder het natuurlijk gezien te hebben. Ik vind het recht van meningsuiting vind ik heel erg belangrijk. Aan de andere kant vind ik ook dat je gewoon wel moet opletten geen mensen te kwetsen. En als tv-programma heb je wel een vooraanstaande plek en een voorbeeldfunctie te vervullen, denk ik. Dat zou ik heel jammer vinden. Want je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen van, we doen die Helene op de buis zetten. Dat maakt van mij ook. Die andere twee, drie, die vaste, van de Gijp, Derksen
en Kraai en hoe heet die andere, die dikke, Boskamp. Dus we hebben best wel een leuk programma van te maken, denk ik. Nou, daar heb ik geen mening over. Ik vind sowieso de hele discriminatie over racisme en dat soort dingen. Laten we gewoon onszelf zijn en laten we gewoon iedereen accepteren. Dat is alles. En ruzie maken over een ander en huidskleur en dat soort dingen, moet je niet doen. Gewoon jezelf zijn. Ja, nou eigenlijk precies hetzelfde. En ik vind een voetbalprogramma is een voetbalprogramma. En daar hoeven geen maatschappelijke dingen als grapje verteld te worden. Dus ik kijk er nooit naar, maar ik heb wel dingen op de televisie gezien. Nou, het programma hoeft voor mij niet van de buis. Maar ik kan me voorstellen dat er ontzettend veel liefhebbers van het programma zijn, maar ook veel tegenstanders, gezien de manier waarop sommige zaken behandeld worden. Zeker als het niet over voetbal gaat. Dan wil het nog wel eens erg fel zijn, vind ik. Met bepaalde uitspraken waarvan ik denk, dat had je misschien toch iets anders kunnen zeggen. Hè, we weten alles van het gedoe met Johan Derksen met zijn laatste. En dat was niet de eerste keer dat hij dergelijke uitspraken deed natuurlijk. En dat daar mensen dus problemen mee hebben, dat kan ik me eerlijk gezegd wel voorstellen. Maar van de andere kant vond ik het ook allemaal wel erg geworden op een gegeven moment. En dat het nu intern ook eigenlijk geklapt is daardoor, hè, door heel die toestand, dat is eigenlijk wel ontzettend jammer. Dus het is nog maar de vraag of het nog komt in het nieuwe voetbalseizoen. Ze staan erom bekend om hun grappen en rollen. En ja, dan ga je er misschien wel eens net even overheen. Je zit er meestal tussen het randje zo hè, te spelen. Ja. Iedereen kan zich wel een keer aangesproken voelen daarover. En dan is het dit, dan is het dat. Dus ja, ze weten net welke, hoe groot de groep is ook die het zich aanspreekt. Oh, dat heb ik niet gezien. Want ik kom van Engeland. Ik ben even hier zo een paar dagen, dus ik heb het niet gevolgd. Oh. Sorry. Ik vond het wel een beetje overtrokken eigenlijk, als ik eerlijk ben. Iedereen weet dat de VI soms op het randje balanceert. En er zijn ergere dingen gebeurd in dit programma als wat er nu eigenlijk speelt. Maar misschien de bekende druppel hè, die er eenmaal doet overlopen. Ik vind vrijheid van meningsuiting vind ik dusdanig belangrijk. Ik vind dat het niet kan, overigens. Maar dat vind ik van Aquasi ook niet. Dus alle twee niet. Dus ik vind allebei dat ze uit de bocht gevlogen zijn. Maar ik vind wel dat er dingen gezegd mogen worden. Dus vrijheid van meningsuiting vind ik belangrijker dan dingen verbieden of wat dan ook. Je wilt, in Nederland moet naar het WK. En dat is normaal dat homoseksualiteit verboden is. Dat is gewoon normaal. Dat is van in alle landen, behalve in Europa natuurlijk. Ik vind dat hetzelfde als hem. Nou, ik denk dat als je het WK boycott, als ik het zo hoor, hè, dan maak je wel een duidelijk statement. Aan de andere kant ben ik ook wel iemand die graag de dialoog opzoekt. En ik denk dat je als jij niet komt opdagen of niet komt weggaat of wegblijft, dat je eigenlijk ook de deur sluit voor het dialoog zelf. Dan weet ik niet of het WK dan per se de uitgelezen kans is om dat te doen, maar ik denk dat er ook andere manieren zijn om een statement te maken. Dus het zou mooi zijn als daar wat meer over nagedacht wordt. En dat ze niet bij voorbaat al zeggen van we komen niet. Dan kan bijvoorbeeld wel een bepaalde statement maken door, ik weet niet of er homoseksuele voetballers zijn. Maar dat misschien via die weg iets te bereiken. Die boycotten? Maar waarom? Dat is een goede vraag. Daar zou ik eigenlijk geen antwoord op kunnen geven. Ja, ik blijf bij mijn antwoord. Laten we onszelf zijn. En iedereen, welke geaardheid ook, iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Gezien wat ik erover gehoord heb met betrekking tot de voorbereiding en de bouw van stadions, lijkt het mij geen juiste plek om daar een toernooi te houden, eerlijk gezegd. Dus als Nederland zou zeggen, wij gaan er niet naartoe, dan denk ik dat ik het daar wel mee eens zou zijn. Ja. Het zou een hele mooie statement zijn, denk ik. Ik ben daar ook allemaal voor, dus ik zou zeggen, blijf lekker thuis en ga in Europa lekker voetballen, waar het wel kan. Want ik vind het te zot voor woorden dat je niet jezelf mag zijn. Als Nederland zeg maar mee eens zijn,
dan klopt iets ook niet. Dus boycotten, denk ik wel. Ja. Ja, direct. Daar ga je niet voetballen. Dat doe je niet. Dat soort landen moet je inderdaad gewoon even overslaan. Dat is ook een moeilijke vraag. Ja, eigenlijk vind ik van wel. Eigenlijk vind ik van wel. Ik vind dat ze wel... ik vind het een moeilijke. Ik vind het moeilijke. Op het moment dat... ik heb daar echt moeite om daar het goede antwoord op te vinden. Net zoals dat we in Argentinië in 78 eventueel zouden boycotten, hebben we uiteindelijk niet gedaan. Maar dat had eigenlijk ook gemoeten. Met de junta van in Argentinië. Eigenlijk vind ik wel dat we weg moeten blijven om een statement te maken. Want als klein landje van Nederland, wat dat betreft worden ze daar denk ik ook niet zo heel erg warm of koud van. Of in hun geval warm.